Bij een ongeval tussen een auto en een wals op de verlengde Kennedylaan in Eindhoven is maandagochtend de bestuurder van de auto bekneld komen te zitten. De wals werd voor wegwerkzaamheden gebruikt toen de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen de wals aanreed. De bestuurder van het werkvoertuig bleef ongedeerd. De brandweer moest eraan te pas komen om de automobilist te bevrijden. Ook bemanning van de traumahelikopter verleende hulp aan het slachtoffer. Tijdens de hulpverlening raakte een getuige gewond. De man werd aangereden door een achteruitrijdende auto. Hij is met schaafwonden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.